Eens kijken wie dat kan zijn. Ja, het tempo is duidelijk gezakt nu. Ruim 10 minuten, 10, 20 zoiets gaan ze rijden over een ronde. En er wordt omgekeken. En eens even zien wie die Brit is die daarbij is gekomen. Is dat Stuart Marshall, de man over wie ik gepraat heb, over wie er dus nog discussie was, meedoen nadat de Britse federatie in beroep was gegaan tegen die uitspraak, veranderde de beslissing en mocht hij dus wel aan de start komen. Hij zit mee vooraan. Daar hebt u hem in vierde positie, maar ik wil zo dadelijk nog even dat rugnummer zien als dat zou kunnen om bevestiging te krijgen. Als er tenminste nog een rugnummer te zien is. En dus die Brit die blijft daar rijden, net als de Nederlander. Die Brit die kijkt meteen naar de kop door. Kleine versnelling. Toch opletten, want dat zijn inspanningen die pijn doen. Het lijkt me inderdaad het nummer 48 te zijn van Stuart Marshall. De man die dus bijna niet aan de start moet komen, zit nu vooraan. Mooi beeldje daar ook, kijk eens. Maar waar is die plotseling naar voren gekomen? Hij heeft een geweldige remonte gedaan. Op het einde van de derde en het begin van de vierde ronde. Kijk maar eens, die Brits. Hoe die weggegaan is van de anderen, welke kloof die gemaakt heeft. Ja, als je dat kan volhouden is het goed. Maar op zo'n zwaar parcours moet je toch opletten met zo'n bruske inspanning. Kijk eens welke kloof hij gemaakt heeft. Het is in eerste instantie de Zwitser die reageert. Brecht Buhl dus, dan de Tsjechoslowaak Kamerda. De Nederlander Nagengast. In de voorlaatste ronde zitten we dus, want wanneer de renners hier zo dadelijk gaan voorbij komen, zitten ze zeker over de 40 minuten en dan moeten ze dus nog één ronde rijden. Voorlaatste ronde, kijk maar eens die. Het is dus Marshall, zoals we daarnet al gezegd hadden, inderdaad, hier kunt u duidelijk het nummer zien. Het nummer dat dus reglementair op de trui is aangebracht, heel hoog. Stuart Marshall dus heeft duidelijke voorsprong genomen. Daar hebben we de Zwitser Brecht Buhl en de Tsjechoslowaak en de Nederlander daar even achter. Nog een andere renners, nog een paar andere renners zijn daar ook aan het terugkomen. Ja, ik heb al aangegeven dat, we hebben dat gisteren ook gemerkt, een paar amateurs zoals Kool, zoals Jim Moenek ook, die in het begin veel inspanning hebben geleverd, die zijn dan naar het einde teruggezakt en dat zou hier ook wel eens het geval kunnen zijn. En de Brit die heeft zijn krachten beter gedoseerd, hoewel die inspanning die daar net deed, zo brusk en zo'n tempoversnelling, als je dat kan. Groot-Brittannië nu ook niet direct een veldrit-natie. Zijn er ook wel elk jaar bij, maar slag was bij de amateurs. Hij werd trouwens 12e in het kampioenschap bij de amateurs. Kijk, moeizaam toetrond. Steunzoekend op die balken en proberen rechtop te blijven. De achtervolgers daar en de eerste Belg die we daar krijgen, dat zou moeten Mark Janssens zijn. En het is nu Kamerda die in de achtervolging is. Kamerda met de Zwitser. En Nagengast die lijkt te verzwakken. Die is daar bijgehaald door een andere Zwitser. Dat zou dan Markus Meyer moeten zijn. Nog een Nederlander die aan het terugkomen is, is dat Wim de Vos. De favoriet.
Daar hebt u hem trouwens, hij is daar even gevallen. Even kijken of dat de Vos is. Die daar net voor Mark Jansen zit. De Zwitser. Daar komt dan een andere Zwitser, dat zou Markus Meyer moeten zijn normaal. Dat is hem ook. Dus Kamerda hier vooraan, de man in de blauwe trui. Dan de twee Zwitsers, Brechbühl en Meyer. En dan de Nederlander Nagenkast. Op dit moment zijn we voorbij de 40 minuten gekomen. Dus zekerheid ook. Nu dat, zoals wij het al hadden aangegeven, de renners nog één ronde moeten afleggen wanneer ze hier aan de aankomst voorbij komen. En hier hebt u hem nog steeds, Stuart Marshall dus, aan de leiding. Ik heb wel de indruk dat die anderen toch wat aan het terugkomen zijn. Heeft die Marshall zijn kracht overschat? Is moeilijk misschien op dit beeld. Met een telelens genomen bedriegt dat altijd wat. Er is in elk geval een hergroepering gekomen, dus achter. En we zien nu Mark Janssens daar komen. Er zit nog een mooie ereplaats in voor Mark Janssens. Daar links in beeld met die Nederlander De Vos. Dat is in zevende positie op dit moment. Mark Janssens. Hier hebt u hem dus met het nummer 33. Laatste ronde gaat zo dadelijk beginnen. Ja, het is toch nog een mooie voorsprong, zien we nu in die rechte lijn. Anderen nemen pas de bocht helemaal achteraan. Terwijl wij kijken dus naar de Britten. Marshall dus alleen aan de lekking. Moet Marshall in stand, deze stand kunnen vasthouden. Met dus de twee Zwitsers, de Nederlander en de Tsjechoslowaak als eerste achtervolgers. En daar hebt u dus die Mark Janssens dus met de Nederlandse favoriet Wim De Vos. We komen hier nu voorbij, ook voor hen begint de laatste ronde. Hier hebt u dus met het nummer 33 Mark Janssens uit Duffel, 17 jaar is hij. De Vos links, rechts dus Mark Janssens uit Duffel, 17 jaar zei ik al. Vorig seizoen 1 overwinning, dit seizoen 2 overwinningen. En hij was vijfde in het Belgisch kampioenschap bij de juniores. De andere drie die waren eigenlijk al zeker van hun selectie. Posmiers, De Wit en De Roze. En Janssens is erbij gekomen. Terecht, dat bewijst hij hier vandaag dus. Het is voor hem overigens zijn eerste wereldkampioenschap ook. Zoals de zaken er nu voor staan, mogen we dus aannemen dat deze man hier, Stuart Marshall, kampioen gaat worden, wereldkampioen 1986, als we naar uit die strijd komen. Een strijd dus wel te verstaan voor de zilveren en de bronzen medaille, want goud, dat lijkt nu toch wel zeker. Dus voor de Brit Marshall. Hier dus die strijd voor die tweede en derde plaats. Met de Zwitsers en de Nederlander Nagenkast. Mark Janssens is nog niet teruggekomen. De twee Zwitsers dus, Brechbühl